Hey allemaal, wij zijn Joyce en Scarlett van het YouTube kanaal Ik Vrouw Van Jou. En wij zijn inmiddels al 7 jaar samen en samen vinden we het ook leuk om YouTube filmpjes te maken. Ja, en dat doen we iedere dinsdag en vrijdag. En op dinsdag dan uploaden we meestal een sketch of een ander soort video. En op vrijdag dan uploaden we een vlog van het afgelopen weekend. Ja, maar vandaag hebben we een video voor jullie. Ja, en deze video zal gaan over de meest gestelde vragen aan lesbiennes. Dus hopelijk jullie het leuk vinden en let's begin. We hate men. 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 Hebben we een hekel aan mannen? Nee, natuurlijk niet. Tenminste, nee, ik denk niet dat... het is niet standaard dat lesbiennes een hekel hebben aan mannen. Dat ze helemaal niks hebben met mannen en mannen haten. Nee, over het algemeen kan ik eigenlijk... beter met mannen opschieten dan met vrouwen. En het is ook niet zo dat iedere lesbienne feminist is of zo. Feminist staat toch wel een beetje voor iemand die actief strijdt voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Nou, ik ben absoluut voor gelijke rechten, maar het is niet dat ik buiten sta met een spanbord of wat dan ook. Of heel actief daarvoor strijd. Hmm. Dus ja, zeker niet iedere lesbienne is feminist. Hey dames. Hey. Ik ben John. Oh. Hi John. Zijn jullie zusjes? Nee. Maar jullie zien er toch helemaal niet uit als lesbiennes? Nou, die vraag hebben we wel regelmatig gekregen. Ik denk dat het wel een bepaald beeld is. En dat is natuurlijk ook een voordeel. Dat lesbiennes eruit zien met een soort van tuinbroek, kort haar. Een soort van lompheid of zo. En, sandalen. Ja, sandalen. Of gewoon heel mannelijk. En dat is, ja. dat is een beetje een ouderwets beeld. Want ik denk dat de gemiddelde lesbienne, dat je dat absoluut niet aan kan zien. Want die is gewoon net zoals iedere andere jonge vrouw, meisje of wat dan ook. Ja, er zullen ook vrouwen zijn inderdaad die zich wat mannelijker kleden of kort haar hebben. Ja, dat is ook prima. Ja, maar er zijn andere. Ja, en er zijn ook gewoon hetero vrouwen met kort haar. Ik ga voor jou dat afvoertje helemaal lekker prima ontstoppen. Als jij één dingetje van mij doet. Ja, oké. Okay. Leg mij nou eens uit hoe jij zo zeker weet dat je alleen op vrouwen valt. He? Stel nou dat jij een keertje echt seks zou hebben met een man. He? Zou je dan niet gewoon heel erg gaan twijfelen? Ik denk van wel. Denk je niet? Hoe weet jij nou dat je niet ook op mannen valt? Heb je het wel eens met een man gedaan dan? Nou, dat je lesbisch bent als je nog nooit seks hebt gehad met een man. Denken mensen echt dat je seks moet hebben gehad om daarachter te komen? Ik bedoel, het is toch ook niet zo dat een hetero man seks moet hebben gehad met een andere man om te weten dat hij op vrouwen valt? Nee, en geaardheid gaat absoluut niet alleen over seks natuurlijk. Nee, dat toch niet. Dat is gewoon een gevoel. Ja. John! Zou je zo misschien even een schilderijtje voor ons op kunnen hangen ook? Ja, dat is goed hoor. Maar wie is hier echt het mannetje? Wie is het mannetje in jullie relatie? Nou, dat is een vraag die ik wel vaker heb gekregen. En ik weet eigenlijk niet waar dat op slaat. Want zeg maar, als ik een mannetje in mijn relatie zou willen hebben, dan had ik dus een man in mijn relatie en niet een vrouw. Maar blijkbaar is het beeld een beetje dat lesbiennes dat toch altijd één soort heel erg mannelijk iemand moet zijn. Maar zoals je waarschijnlijk hopelijk kunt zien, zijn we allebei heel erg vrouwelijk. Het is ook niet zo zeg maar dat de een heel erg goed kan timmeren of zo. Ik kan timmeren. Nee, dat kan ze dus niet en ik kan ze ook niet. Zo. Nou, hey hangt. Lekker stevig. Hey. Ik ga nu even een lekker lijstje aanhangen. Ja. Maar ik had nog eens even een vraagje. Ik dacht... willen jullie dan geen kinderen? Jawel, ja zeker. Dat lijkt ons wel leuk hoor, ja. En ik dacht, als jullie nou kinderen willen, kan ik dan niet mooi even... Nou, er staat daar een potje. Dus als je zo vrij wilt zijn... Wat is met die potje? Willen jullie dan geen kinderen? Nou ja, natuurlijk willen we wel kinderen. Of natuurlijk, wij willen in ieder geval wel kinderen. Daarvoor hebben we wel een man nodig natuurlijk. Maar daarvoor hoeven we niet per se in een relatie te zijn met een man. Ook twee vrouwen kunnen prima kinderen krijgen. Door middel van een donor die
aan ons wilt doneren. Ja, en daarover schrijven we toevallig ook op ons blog, ikvrouwvoorjou.nl. Iedere maandag plaatsen we daar een blog over onze zoektocht eigenlijk naar een baby, omdat we best wel daar actief mee bezig zijn. Mm-hmm. Dat is toch als lesbiennes wel ingewikkelder dan... Net iets ingewikkelder. Ja, dat absoluut. Maar het is zeker mogelijk. Even eerlijk, hè. Vind je mij dan helemaal niet dat je zegt van... Nou, laten we daar nou niet over gaan hebben, John. Ja. Nou, dan ga ik maar. Tot de volgende keer, hè. Bedankt. Bedankt, hè. Doei. Maar kunnen jullie mannen dan ook niet aantrekkelijk vinden? Ja, het is ook wel een veel voorkomende vraag. En ja, dat kunnen we best wel. En het is misschien niet iedere lesbienne, maar er zijn hartstikke veel lesbiennes die absoluut kunnen zien of gewoon zien dat iemand er heel aantrekkelijk uitziet. En zo ook ik. Als ik bijvoorbeeld naar de Coca-Cola reclame kijk, dan vind ik dat een hele aantrekkelijk man. Hey, dames. John hier. Wat is dit nou weer? Ik dacht, misschien hebben jullie zin in een triootje. Laten we dan gewoon een trio doen! Ja. Nee! Nee? Nee. Ook niet met een knappe Chinees? Huh? Waarom zouden we ineens een trio willen doen? Nee, dat wil je toch ook niet als hetero-stel? Dus waarom zouden wij dat ineens wel doen? Nou ja, misschien sommigen wel. En oké, sommige hetero's zouden dat misschien willen. Sommige lesbiennes zouden dat misschien willen. Maar het is niet standaard of normaal of zo. Van, oh, dan kunnen we een trio doen. Terwijl het wel zo wordt gedacht soms, ja. Ja, maar goed. Nee, dat is dus niet het geval. En dat was alweer onze video. Wil je meer van onze video's zien? Neem dan een kijkje op het YouTube kanaal van Ik Vrouw Voor Jou. Dat kan door op mijn hoofd te klikken. Dan kom je er bam, automatisch uit. En we hebben ook een Instagram en we hebben ook een Facebook. En dat is allemaal schuinstreep. Ik Vrouw Voor Jou. En @ Ik Vrouw Voor Jou. Laat even weten wat je van deze video vond. En bedankt voor het kijken. En hopelijk tot bij Ik Vrouw Voor Jou. Ja. Dag, doeg. Hoi allemaal, welkom bij Fem. In de video van vandaag ga ik jullie wat tips geven voor het kiezen van een studie.